Waarschijnlijk mogen we niet binnen vloggen. Maar... Kijk, dat meubel ik dus. Uitkijken, afstapje. Wacht even! Ja. Al die blije mensen omheen, al die blije kinderen, al die blije mensen die ook bij PostNL werken, die iedere dag weer voor zorgen dat die pakketjes voor ons op de juiste plek aankomen. Mensen die het hier regelen, gebouwen, maar ook ergens bij al die bedrijven waar ze al die pakketjes op lopen te wandelen. En ik kan hiervoor zorgen, papa, zo'n man, dat het nog steeds drukker gaat worden hoor, deze week. Je bent er nog niet vanaf. Nee. Al die pakketten, dat komt er een hele stroom aan. En het zijn ook al mijn tantes en opa's ook. Ja, ook. Tuurlijk geld voor iedereen, hè. Eigenlijk verdienen ze wel een keihard applaus te hebben. Ja, ze willen wel. Applaus voor PostNL. PostNL gaat de hele reis voor jou. Wat medewerkers. Ja, ja. Ja, ik heb zelf als Sinterklaas een beetje een probleem gehad toen op de boot met die pieten, want we hadden toen cadeautjes verkeerd ingepakt. Ja, en dat was natuurlijk even een foutje, maar dat hebben we hersteld gelukkig. Dus iedereen krijgt zijn eigen cadeau. Zeker. Ja, dus daar hoef je niet zenuwachtig over te maken. En 6 december iets binnen te gaan. Zo is dat. Zo, de blond Piet heeft het ook maar druk, hè? Jongen, Kees. Ja, ja. Ja. Kijk eens even. Wat ga je maken? Wat ga je maken, Piet? Zwaard. Een zwaard. Wat voor zwaard? Nou, dat ga ik gewoon deze kant geven. Een zwaard. Een zwaard. Hoi. En jullie mogen zo meteen gaan knutselen. Sommigen hebben het al gedaan, jullie hebben hele mooie dingen gemaakt. Dus we maken er gewoon een hele gezellige middag van. En ja, iedereen werkt uitstekend mee. Gezellige sfeer. We hebben hier ook een Polaroid Piet. Die gaat ook foto's maken. Het is geen ouderwetse. Nee, het is ja, ook een vrij modern ook, hè? Een hele moderne camera. De foto komt er meteen uit. En Piet, hoeveel foto's kan je maken nu vandaag? Een stuk of 40? Ja. Oké. Ja, en daar zijn ze op. Dus we proberen op zo meteen weer een Polaroid ronde te doen. En dan doen we daarna nog even een dansje. En nog even het Pieter diploma. We hebben een heel programma vandaag. Ja, dus hou je maar vast. We gaan even kijken. De kindertjes die iets gemaakt hebben voor Sinterklaas. Een mooie tekening al. Die krijgen nu de gelegenheid om even iets te geven. Jij had al een mooie, je had iets moois gemaakt hoor. Ja, dat heb ik ook ingedaan, man. Ja?
Wat, je wil al een foto maken al? Echt hè? Ja? Moet je cheese roepen?